Maar als we allemaal iets normaler zouden doen, dan zou je dit soort situaties niet krijgen. Maar goed. Het is vrijdag. En gisteren ging ik naar bed met een hele volle planning voor vandaag. Vanochtend werd ik wakker en is helemaal mijn planning in het water gevallen. Ik ga nu eerst zo naar de fysio. Dat gaat wel door en dan boodschappen doen. Maar, of overblijf heb ik daarna, dat wel. Maar daarna zou ik zwemles hebben. Dat is voor 3 weken nu gecanceld. En ik zou vanavond gastvrouw zijn voor een optiedeeavond. Dat moet ik door het coronavirus en mensen met mogelijke symptomen of niet meer durven of noem maar op ook cancelen. In ieder geval verzetten. Ik had van de week ook allemaal dingen gepland staan. Leuke dingen waar ik echt naar uitkeek. Dat is ook voor nu gecanceld en wordt verzet. Alleen daar heb ik nog geen data van. Dus alles is anders en het is gewoon één grote coronagekte geworden. Ik ben zelf alles behalve een zo'n ziekte-doemdenker. Tuurlijk, ik word heel graag niet ziek. Het liefst. Maar ja, als je het krijgt, dan krijg je het, weet je. En dan houdt het op. Ik ga nu maar richting de fysio en dan gaan we even kijken hoe ik vandaag ga invullen. Ik heb mijn grote onderhoudsbeurt weer gehad. En ik ga nu boodschappen doen, maar ik lees echt net, terwijl ik naar de auto loop, op mijn telefoon. Drama in supermarkten. Ik heb een appje gekregen, de overblijf gaat ook niet meer door. Dat wordt helemaal, zeg maar, geïsoleerd op school. Dus dat doe ik de rest van deze maand ook niet meer. Nou, zwemlessen waren natuurlijk gecanceld, theater is gecanceld. Weet ik, voor alles is gecanceld. Mijn avond vanavond is gecanceld. Dus ik denk dat ik ook maar even in de winkels zo ga kijken of ik wat dingen om te doen voor de aankomende weken. Want ik zie het echt nog wel gebeuren dat de school volgende week misschien toch dicht is. Voor nu kreeg ik een bericht. Maar dat was niet via een officieel kanaal. Dat ouders voorlopig nog zelf mogen bepalen of kinderen wel of niet naar school gaan. Maar ja... Dat is dus geen officieel kanaal, dus ik weet niet hoe lang dat zo blijft en of dat inderdaad waar is. Nou ja, ik weet even niet wat ik ermee moet. Maar goed, mijn hele plannen zijn dus verder gewijzigd. Ik ga wel even boodschappen doen. En het stomme is nog, en daar had ik het net tijdens visio ook over. Je wordt eigenlijk een soort gedwongen om eraan mee te doen. Want als iedereen gaat hamsteren en jij gewoon normaal boodschappen wil doen, dan ligt er niks. Dus... Op een gegeven moment sta je op een punt dat je zelf ook denkt, ja, weet je, als ik nu niet iets extra's ga halen, dan sta ik dadelijk in een lege winkel en hebben wij gewoon geen eten, omdat de rest belachelijk veel eten heeft. Dus ik denk dat ik gewoon wel een beetje extra ga halen, omdat ik gewoon niet zonder wil zitten en dan zeg maar ruimte heb om wel elke keer te halen, maar dat ik altijd wel een paar dagen in ieder geval vooruit kan. Maar als we allemaal iets normaler zouden doen... Dan zou je dit soort situaties niet krijgen. Maar goed, ik ga het zien. Ik ga nu boodschappen doen. Ik ben weer thuis, maar echt, wat een belevenis. Op een gegeven moment, ik kwam een bekende tegen. Dus ik was heel kort een praatje met haar aan het maken. Maar ik moest toiletpapier. Gewoon echt omdat ik toiletpapier moest kopen. Maar er stonden mensen echt te hamsteren. En die schappen al bijna helemaal leeg. Dat je echt denkt, oh. Dus ik zeg, ik durf eigenlijk niet naar het toiletpapier te lopen. Ik zeg, want... Dan lijk ik er ook zo een. Het is echt verschrikkelijk wat mensen, echt sommige karretjes. Hoe? En ik moest gewoon wat grotere boodschap, niet eens absurd. Maar ik zeg, ik schaam me gewoon. En het is nou niet dat ik me heel erg aantrek wat mensen denken of vinden. Absoluut niet. Maar gewoon plaatsvervangende schaamte dan of zo. En echt, ik had echt zoiets, wat is dit? En ik wilde gewoon echt niet. Nou, het enige wat ik wel heb gedaan is even 2 pakken pasta en 3 potten... pasta saus en wat gehakt haalt. Ik denk, want als mensen zo gaan hamsteren en het gebeurt dat alles leeg staat, dan moet ik dadelijk tegen mijn kind zeggen, ja sorry schat, je kan even 3 dagen niet eten, want ik kan het niet meer kopen.
ga maar naar het grasveld, ga maar grassprietjes plukken of zo. Dan heb je misschien een volle buik. Maar dan heb ik zoiets, dan kan ik altijd even, ja, zeg maar een week desnoods alleen maar pasta geven. Als we een beetje zuinig doen, just in case. Maar verder, ik heb er niet aan meegedaan. Ik heb gewoon mijn normale dingen gehaald en ik vind het allemaal prima. Maar ik ga het wel maar even opruimen. Echt zo vaag. Ik dacht net, de overblijf gaat niet door. Dus ik moet lunch voor Sarah naar school brengen. Maar toen dacht ik, Sarah blijft eigenlijk alleen maar over omdat ik overblijf. En ik mag niet overblijven door het coronaprotocol. Dus ik haal Sarah gewoon op en we eten gewoon thuis. Dat vind ik ook wel gezellig. Want dat deden we vorig schooljaar nog wel één dag in de week. Maar dit jaar eigenlijk niet meer. Dus daar ga ik maar van genieten deze aankomende 3 weken sowieso. En dat hebben we dus net gezellig gedaan. En nu bezig weer met de was. Ik heb net schoon was opgehangen. En zo weer naar school. En dan maar even kijken wat we gaan doen. Want mijn avond is vrij. Het is een feestje hier! Ik zit nu in de auto. Ik ga Sarah naar mijn moeder brengen. Want die zou eigenlijk na de optiedeeavond daar logeren. Maar de optiedeavond gaat natuurlijk niet door. Door het coronavirus? Door afzeggingen met het coronavirus. Dus ja, ze kon in principe gewoon thuis slapen. Want ze zou na de, zeg maar, die avond dan bij oma gaan logeren. En ik zou dan, zeg maar, aansluitend de meidenavond hebben. Maar de planning is natuurlijk omgegooid nu. Maar ze wilde heel graag toch bij oma logeren. Dus ik breng de nu. En voor 9 mei. Ja, en mijn avond is nu. Ja. Ik heb mensen die ziek niet deur uit durven en alles. Dus ik moet maar even zien hoe ik mijn avond ga invullen. 29 mei wordt het nu, schat. Niet 9, 29. Bijna goed. Nou, Sarah helemaal lekker aan het logeren. En ik ben aan het palen. Want mijn hele avond is in de, ja, het water gevallen. Echt lang leven corona, echt. En ik ben er zelf niet eens bang voor. Ik ga lekker popcorn maken. Daar heb ik echt trek in. Want ik ben voorlopig nog alleen. Want ja, ik had natuurlijk die op die day en meidenavond. Dus als dat in het water valt, ben ik nog steeds alleen in. Maar goed, ik denk dat ik heel spannend vanavond gewoon vroeg naar bed ga en heel lang ga slapen. Als dat lukt, maar dat zullen we dadelijk wel zien. Lekker popcorn. En wat ben ik deze avond aan het doen? Lekker vroeg in mijn bedje. En ik ben lekker vlogjes en filmpjes en weet van alles aan het kijken. Lekker onder de deken. Ik vind het heerlijk. En ik ben helemaal klaar met het kijken van dingetjes. Ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik hieronder even op abonneren. Maak je me heel blij mee. En dan zie ik je morgen. Doei doei.